Namens Volt. Dank, voorzitter. Ja, er zijn nu drie collega's voor mij geweest met een duidelijke vraag. En ik heb nog steeds niet de vraag horen beantwoorden voor welk probleem is dit amendement nu een oplossing. Want vorige week was de staatssecretaris heel helder. Die zei, ik wil het ook, Kamer, u wil dit ook. En ik zie de twee amendementen die ingediend zijn als onnodig. Omdat ik daar zelf mee bezig ben, dat gaat ook een stuk sneller. Nu wordt van ons als Kamer gevraagd om tussen deze inbreng en die van mevrouw Keizer snel naar het amendement te kijken, zodat wij kunnen zien voor welk probleem het nou een oplossing is. Dat is een vreemde houding richting uw collega's, de heer Veldkamp, zeg ik via u, voorzitter. Omdat dat kan natuurlijk niet op die manier goed controlerend werk uitvoeren. En het is me zeer onduidelijk waarom we niet de staatssecretaris aan het werk laten gaan, omdat hij dat veel sneller kan. Dus die twee vragen moeten wel echt beantwoord worden. Dank u wel, de heer Veldkamp. En ik wil wel voor de goede orde, want ik snap het samenlopen. En tegelijkertijd is het ook zo dat ieder Kamerlid wel het recht heeft om zelfs nog na een debat een amendement in te dienen. Dat wil ik ook gemarkeerd hebben, maar ik snap uw punt. Dus ik ga me daar verder inhoudelijk niet mee bemoeien. Ik geef ook niet u het woord erover. Ik ga nu naar de heer Veldkamp. Punt van orde, voorzitter. Dan krijgt u het woord. Het amendement is net ingediend. Dank. Voorzitter, dat is hartstikke mooi. Maar nogmaals, ik moet nu en mijn andere collega's ook binnen een minuut of 10 het amendement gaan belezen. Daar vraag ik over. Er wordt hier niet de kans gegeven aan de Kamer om te controleren. De heer Veldkamp. Ja, voorzitter. We kunnen hier toneelstukjes gaan opvoeren. Maar het gaat hier gewoon om dat het feit dat er vorige week in de Kamer twee amendementen zijn ingediend door mevrouw Keizer en door mij, die erg op elkaar leken. Hè, en die hebt u kunnen bestuderen, meer dan een week lang. Mevrouw Keizer en ik hebben de hoofden bij elkaar gestoken en gezegd, daar maken we één amendement van. Volledig dezelfde strekking, dezelfde manier. En het is ook nogmaals aan de staatssecretaris hoe dan de uitwerking daarvan ziet. Ja, ik hoor wat mevrouw Koekoek zegt over het feit dat de staatssecretaris al bezig is zelf een ministeriële regeling te ontwerpen op basis van de huidige wettelijke grondslag. Wat wij willen is dat ook in de tijdelijke wet geborgd wordt dat er zo'n ministeriële regeling zal zijn. Die ook dus landelijk geldt. Dat geeft alleen maar helderheid. Helderheid via wetgeving. Dat is goed bestuur. Voorzitter, ik maak hier echt bezwaar tegen. Ik sta hier geen theater op te voeren en mijn collega's die hier net aan de interruptie stonden ook niet. Dat is echt onzin. We hebben hier vorige week debat over gevoerd. Dat debat moest gestopt worden vanwege de agenda van de Kamer. Toen hebben we hier afgesproken, we gaan niet het hele debat van vorige week nog eens overdoen en dan wordt er nu een heel nieuw amendement ingediend. En op het moment dat ik aangeef, de staatssecretaris gaf vorige week aan, twee amendementen die zijn ingediend zijn onnodig. Er komt er nu een amendement wat dan heel erg lijkt op die twee amendementen. Dan vraag ik daarover voor welk probleem is het nu een oplossing. En dan krijg ik het verwijt dat ik hier sta te acteren. Dat is onnodig en ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag. De heer Veldkamp. Ja, voorzitter, geen verwijt van mijn kant aan mevrouw Koekoek. Maar ik kan toch wel constateren dat een nieuw amendement heel erg lijkt nogmaals op de amendementen van mevrouw Keizer en mij vorige week. En dat er dus ruim gelegenheid is gekeken naar de strekking van zo'n amendement meer dan een week lang. Het probleem dat wordt opgelost is dat de staatssecretaris nu wel een ministeriële regeling kan treffen op basis van de huidige grondslag, staatsnoodrecht. Maar dat het wel zaak is in onze optiek van NSC en BBB voor de helderheid, voor de duidelijkheid ook in de wet op te nemen dat een ministeriële regeling gewoon een zal-bepaling zal zijn. Tot slot op dit punt. Tot slot dan, als de staatssecretaris vorige week dan over die twee amendementen aangeeft, ik vind dat onnodig, want ik ben zelf aan het werk, dat gaat sneller